TV, welkom bij deze uitzending. De scouting bestaat dit jaar 100 jaar. En dat wordt ook door de scoutinggroepen in Schiedam gevierd. En dat gebeurt vandaag met het evenement Scout It Out, dat hier op het Land van Belofte plaatsvindt. Ja. Sander van Eest van de Schiedamse Scouting. Ja, een mooi evenement natuurlijk vandaag in het kader van het 100-jarig bestaan van de Scouting, hè? Ja, inderdaad, 100 jaar in Scouting. Dus dat is een hele lange tijd, maar dat gaan we vandaag vieren. De Scouting in Schiedam, hoe staat dat er nu voor, anno 2010? Nou ja, je hebt het net kunnen zien. Het is druk en dan is er nog één groep niet, dus het staat erg goed. We hebben het wat dat betreft een mooi ledenaantal en je ziet een hoop enthousiaste kinderen. Dus. Als we even kijken hoe die scouting in Schiedam is verdeeld, er zijn vier groepen in Schiedam die actief zijn met scouting. Ja, klopt. Er zijn vier groepen inderdaad. De Tono groep, de Franciscus Lodewijk groep, de Scouting BVH en de Thaizee groep. En de laatste die is er dan vandaag niet, maar dat komt omdat zij zelf ook 35 jaar bestaan dit jaar. Dus ze hadden even wat andere jubileumactiviteiten ook. Ja, dat is leuk natuurlijk, want het moet ook gevierd worden. Jullie vieren met z'n allen eigenlijk vandaag met Scout It Out het 100-jarig bestaan van de scouting. Wanneer is het idee ontstaan bij jullie om dit met zo'n grote activiteit te vieren? Tijdens een van de gezamenlijke overleggen die we in Schiedam hebben. Er was vanuit het land was al aangegeven, nou ja goed, je hebt de mogelijkheid om dat te doen. Normaal hebben we elke één keer in het jaar de Nationale Scoutingdag. En dit jaar werd het de Scout It Out, gewoon wat nieuws. En dat is eigenlijk vorig jaar al ontstaan en de afgelopen maanden in de stroomversnelling gegaan. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Sowieso hebben we een hele grote vossenjacht in Schiedam. De kinderen die zijn al druk door de stad aan het lopen om de vossen te zoeken. Verder gaan we een grote jubileumwand opzetten met geschilderde jubileumtegels. Dat zijn houten tegels waarop kinderen in het thema scouting en feest hun eigen mooie schilderij kunnen maken. En dat gaan we ook neerhangen op een grote wand. En verder gaan we nog popcorn maken op het houtvuur. En de kinderen gaan nog pannenkoeken eten. Te veel om te noemen eigenlijk. Als je nou even kijkt naar de scouting nu, merk je dan dat er toch weer meer belangstelling komt voor de scouting in zijn algemeenheid? Ja, dat merk je inderdaad wel. Maar het komt ook een beetje in het land. Is natuurlijk de discussie over de maatschappij. Van samenleven en dat soort dingen, samenwerken. Nou, dat zijn begrippen die binnen scouting al jaren spelen natuurlijk. En in die zin zie je mensen toch ook van, je ziet toch wel dat scouting dat al doet. Dus laten we eens bij scouting gaan kijken. Dus we zien wel dat de belangstelling wel toeneemt. Je hoort heel veel termen bij scouting. Dat is om de groepen kinderen aan te duiden. Hoe zit het nou precies in elkaar? Hoe zit het nou precies in elkaar? Nou, daar kan ik een heel lang verhaal neerzetten. Nou, je hebt een leeftijdsgroep van 5 tot 7. Wij noemen dat speltakken. Dat zijn de bevers. Dan heb je de kabouters welpen. Die zijn van 7 tot 10 jaar. 11 jaar zo'n beetje. Dan heb je de scouts. Die zijn van 10 tot 14 jaar. En dan heb je de explorers van 14 tot 17. En dan daarboven zit nog de jongere tak. Dat noemen wij vaak de stam. En die is tot ongeveer 21, zeker 23 jaar. En dan natuurlijk de stafleden die er nog bovenop komen. Ja, want je merkt wel dat zoiets vaak overgaat van generatie op generatie, hè? Ja, dat, meestal, ja, het is vaak een virus, zeggen ze wel eens. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan blijf je er ook mee besmet. En dan blijft je altijd wel trekken, in welke vorm dan ook. Want je hebt ook mensen, ja, die zitten dan in besturen of zo, of die helpen eens mee. Maar toch zie je wel vaak dat mensen, die blijven toch op bij scouting hangen, op een of andere manier. We gaan in elk geval op 15 mei gaan we met een hele grote delegatie naar Utrecht. Want er is een hele grote feestdag, het heet Scouts Today. En ze verwachten 40.000 tot 50.000 scouts. In Utrecht, dus we gaan daar heel de stad gaan we even in alle kleuren van de regenboog verven. En verder hebben we in de zomer nog de Jubileum Jamboree. In elk geval van mijn groep gaat er een speltak naartoe. En volgens mij van andere groepen gaan er ook nog wat speltakken. Dus daar zijn we ook vertegenwoordigd. En dan hebben we in het najaar hebben we nog van onze regio hebben we nog een grote Maas Delta Sensation noemen ze het. En dat is in Vlaardingen bij de Krabbenplas. Dus feest genoeg nog. Tot slot nog eventjes, als kinderen eens willen komen kijken bij de scouting, wanneer kunnen ze het beste doen en kunnen ze meer informatie krijgen? Nou, sowieso kunnen ze dan het beste naar de website van Scouting Schiedam gaan. Nou, simpeler kan niet, www.scoutingschiedam.nl. Daar staan alle vier de groepen in Schiedam staan erop genoemd. En zoek je eigen groep uit, geef eens een belletje en kom gewoon kijken. Een van de mensen van de scoutinggroep aanwezig is Mathieu Verkade. Van welke scoutinggroep ben jij, Mathieu?
Ik ben van de Franciscus Lodewijk Groep. We zitten aan de Lange Haven. En wat doe je hier vandaag? Vandaag zorg ik voor de koffie. Dus voor de interne ondersteuning van alle mensen die hier aanwezig zijn. En we zijn met z'n allen aan het vieren dat Scouting 100 jaar bestaat. Ja, leuk evenement denk ik vandaag. Er zijn ook, neem ik aan, mensen van jouw groep bij aanwezig. Ja, alle vier de groepen van Schiedam zijn de mensen aanwezig. En alle kinderen van de groepen die lopen door de stad, zijn bezig met de vossenjacht. Achter ons zijn we popcorn aan het bakken. Er worden zo pannenkoeken gebakken. Van allemaal activiteiten zijn we aan het doen. Hoe groot is die groep waar je deel van uitmaakt? Onze groep bestaat uit 80 tot 100 leden ongeveer. En ik denk dat Scouting Schiedam zelf ongeveer 350 leden telt. Nou, dan mag je toch spreken, denk ik, van een behoorlijk grote groep. Ja, is het zeker. Het is, als je Scouting over het algemeen bekijkt, is het de grootste vereniging van Nederland. Wat merk je dat mensen aantrekt in de Scouting? Wat vinden ze nou het leukst vaak? Dat je niet eenzelfde iets doet. Het is, iedere keer is het wel anders. En ja, heel afwisselend buiten, kamperen, vuurtje stoken. Dat zijn toch dingen die je niet dagelijks doet. Nee, het buitenleven spreekt wat dat er gaat wel aan, hè, bij Scouting. Ja, absoluut, absoluut. De groep waar je bij zit, in het centrum van Schiedam, zeg je, als mensen nou eens willen kijken, wanneer kunnen ze dan het beste langskomen? Als de kinderen tussen de 5 en de 10 jaar kunnen op zaterdagochtend van 10 tot 12. En de oudere kinderen vanaf 10 tot, tot 23 kunnen op vrijdagavond van 7 tot 9 of van 8 tot 10. En zo'n evenement als vandaag is, neem ik aan, ook voor jullie bedoeld om kinderen eens kennis te laten maken met alles wat met Scouting te maken heeft. Ja, nee, we hopen altijd met dit soort evenementen om nieuwe leden te trekken, om nieuwe mensen enthousiast te maken ervoor. Merk je toch dat Scouting toch bij veel kinderen aanspreekt en dat veel kinderen het ook leuk vinden om te doen? Als de vooroordelen weg zijn, dan vinden mensen het wel erg leuk. Als ze eenmaal zijn komen kijken en de activiteiten hebben gezien en gemerkt dat iedereen leuk met elkaar omgaat, dan vinden ze het allemaal leuk. Wat zijn nog vooroordelen waar je tegenaan loopt? Het uniform, dat je altijd in de blouse loopt. En mensen denken dat je alleen maar liedjes zingt bij het kampvuur en aan het knopen bent. Maar dat is absoluut niet waar. Nee, dat is niet het enige wat jullie doen, hè? Nee, absoluut niet. En zo'n uniform moet je eigenlijk ook gewoon zien als een soort clubtenue. Want als je op een sportvereniging gaat, moet je ook een tenue aan. Ja, dat is helemaal goed. Waarom zouden kinderen aan Scouting moeten doen? Waarom is het leuk om aan Scouting te doen? Het is leuk omdat je veel vrienden en vriendinnetjes eraan overhoudt. Het maakt je zelfstandig. Omdat je op een gegeven moment word je steeds zelfstandiger. Je moet op kamp moet je zelf je eten koken, zelf je tent opzetten. En op een gegeven moment moet je ook zelf je programma's gaan maken. Ja, en daar heb je in je latere eigen leven wel heel veel aan. De laatste vraag nog eventjes. Dit jaar is het jubileumjaar van de Scouting. Gaan jullie ook nog andere activiteiten doen dit jaar? Is dit jaar in 17 mei is er in Utrecht is de Scouts Today. Dan komen alle scouts van Nederland komen samen in Utrecht. Dat is een heel groot evenement waar ongeveer 100.000 scouts verwacht worden in het centrum van Utrecht. Kimberly Botthoff van de Scouting, burgemeester van Haren, staat hier ook naast me. Ja, een van de dames vandaag aanwezig. Ook met de scoutinggroep hier bij Scout It Out. Ja, dat klopt. Ja, ik moest er ook bij zijn en meegeholpen met organiseren. Dus het wordt een leuke dag vandaag. Nou, even over jullie scoutinggroep. Waar zitten jullie precies? We zitten naast het Beatrixpark, dus in de wijk Bijdorp. En we hebben een groot grasveld en een leuk gebouw. Dus we kunnen eigenlijk alle kanten op, zo vanaf onze groep. Dus dat is wel leuk. Hoe groot is jullie groep? Zo 150 leden. Nou, dan heb je toch ook een behoorlijk aantal, denk ik. Ja, dat is zeker waar. Daar mogen we ons gelukkig mee prijzen. En ook in alle leeftijdsgroepen? Van 4 tot en met 80 of zo. Scout It Out, werken zo'n beetje alle scoutinggroepen met elkaar samen. Werken jullie ook meer evenementen met elkaar samen of doen jullie toch eigenlijk vooral je eigen programma? Meestal doen we met de Brandersfeesten ook wel dingen samen. En vooral met Scout It Out, dat is al een paar jaar eerder, hebben we dat ook al een keer gedaan. En hebben we ook samen met de groepen gedaan. Dus er is wel samenwerking. En soms doen we ook natuurlijk ons eigen ding. Maar je komt wel met elkaar in contact.
Zo'n evenement als vandaag, bereid je daar nou je groep ook nog speciaal op voor? Of zeg je van, nou ja, we gaan gewoon vooral plezier hebben vandaag? Nee, we bereiden ons wel voor. We geven wel aan dat er iets speciaals komt. We geven een speciaal programma mee. En dat ze vriendjes en vriendinnetjes mee mogen nemen. Want dit is natuurlijk vooral om de scouting te promoten. En om nieuwe mensen of nieuwe leden te trekken. Dus dat, we bereiden ons wel voor. En we vertellen het wel. Van dat we leuke dingen gaan doen. En dat je er eigenlijk echt bij moet zijn. Waarom zou je kinderen aanraden om aan scouting te gaan doen? Waarom is dat leuk om te doen? Je leert veel nieuwe mensen kennen en dat is gewoon leuk. Nieuwe vriendjes, vriendinnetjes en ja, gewoon de activiteiten. Het is niet doorsnee zo, ja, iets standaard. Je doet elke week wat anders. Het is niet elke week hetzelfde. Je gaat elke week ga je nieuwe dingen ontdekken en je, ja, je wordt er ook een beetje zelfstandiger door, denk ik. Nou, kortom, dat zijn leuke dingen natuurlijk. En dat doen jullie dus onder meer ook bij jullie in het complex. Als er mensen zijn die eens bij jullie willen komen kijken, wanneer kunnen ze dat het beste doen? Ze kunnen elke zaterdag vanaf 3:30 tot 5 zijn er sowieso mensen bij ons op het groepshuis aanwezig. En er is altijd wel iemand die even een rondleiding kan geven of even kan laten zien wat wij doen. De laatste vraag nog eventjes, van dit jaar is het jubileumjaar van de scouting. Hebben jullie ook nog andere activiteiten op stapel staan dit jaar? Ja, want wij gaan op groepskamp, want wij zijn zelf als scoutinggroep bestaan wij 75 jaar. En we hebben dus een groepskamp en een reunie voor de oud-leden. Dus ja, we zijn wel echt een spetterend jaar wordt dit voor ons, echt druk. Oké, nou bedank je voor dit gesprek en ik wens je vandaag veel plezier nog toe. Ja, graag gedaan.